Als Feyenoord speelt, dan wil ik alleen zijn hier. Dan wil ik geen visite, want dan zitten ze doorheen te zeuren. Dan heb ik de radio's alle twee aan, ik heb de televisie aan en zit te zippen. Dus Feyenoord, dat betekent nog steeds veel voor je? Ja, ook na 20 jaar? Ja, oh ja. Dat is niet minder geworden? Ja, nee, dat is een ziekte. Is Feyenoord een ziekte? Ja, dat is ongeneeslijk. Als je... Maar vroeger had je toch seizoenkaart? Ja. Dat heb je niet meer? Nee. Waarom niet? Omdat het te duur is. 500 zoveel gulden een seizoenkaart. Ja. En dat kan jij niet betalen? Nee, tuurlijk niet. Kijken wij nog eventjes naar die... Naar toen. Ik heb het helemaal niet meer gezien. Kijk. Oh, god. Oh, ja, die staat op buiten spel. Oh, oh. Een doelpunt. Is Feyenoord Roda. Waren we 2 minuten binnen, was dat 2-0 voor Roda. Godsamme. Heb je hem gehouden? Nee, 3-0. Oh, verschrikkelijk. Oh ja, wat vond dat erg. Oh, ik heb het net een nieuw gebied dat het zo mooi wit is. Ik heb appeltaart gebakken voor jullie, hoor. Heb je ook appeltaart gebakken? Ja, staat daar zo. Oh, nee, we nemen sowieso een stukje appeltaart. Oh, nee. En als we dat op hebben, ga je met mij mee naar het Feyenoordstadion. Oh. Goed? Ja, mag ik dan op de middenstip? Ja. Oh, heerlijk. Ja, echt waar? Ja. Hier is de middenstip, hè? Ja, hier is hij. Gaat weg. Oh, Feyenoord. Oh, wat mooi, hè. Een bewonderaar van jou, hoor. Echt waar? Ja. Is met u? Oh, wat leuk, hè. Hallo, mevrouw. Geef me de zoen. Wat leuk, ja, joh. Ja, al die steden en al die jaren. Ontbreken, dat is natuurlijk de baas zelf. Don Leo. Hallo. Hallo. Hoe is die? Van mij goed en met jou? Ja, ook goed. Wij missen je een beetje hier zo. Ja, ik mis jullie ook, joh. Nou, en dan gaan we wat aan doen. Mag ik op de eindwedstrijd komen dan? Ja, gaan we wat aan doen. Wat anders, jij mag het hele volgend jaar komen. Oh nee. Kijk eens. Nee, hoor, dan wil ik niet, hoor.